pas 3 nederlagen voor PEC Zwolle dit seizoen. Maar een van die 3 nederlagen was wel thuis tegen ADO. Toen nog getraind door Dirk Kuyt. Dat is een totaal onverdiende overwinning destijds voor ADO. Met een nogal curieus eigen goal van Hintem. Die er vandaag dus niet bij is. En hier krijgen ze een kans en is het raak. Zijn laatste goal in de keukenkampioenvisie maakte Joey Slegers in dit stadion. Maar toen nog tegen ADO. Nu doet hij het voor ADO. Zwerft zo een beetje rond Verheid. En als die bal dan richting Verheid gaat, valt hij via Van Polen Pardoes voor zijn voeten. Ja, soms komt een doelpunt aanwaaien en dat gebeurt in dit geval bij Joey Slegers. Van der Belt, die doorlopen van der Belt en dan is het eigenlijk alweer bijna zeker 1-1. Maar daar is Sonny Stevens, schitterende combinatie van PEC Zwolle door het hart van de ADO-defensie. Dat zal de advocaat niet leuk vinden, de redding van Stevens zelf. Verheid. In de handen bij Schendelaar. Huiberts. Van Bremen. Die. Gürlich. Bij de tweede paal is er heel veel ruimte. Het moet dan wel via tussenstation Taha glijden. Een enkeling claimt hands of een overtreding. Maar daar gaat Gansner er niet in mee. En nu is het 3-2. 2 van PEC. 3 van ADO. Slegers. Nou, het is 3-1. En dat is appeltje eitje voor Severina. Het is 2-0 voor ADO. En dat na 10 minuten tegen de koploper. Er zit natuurlijk wel weer wat fortuin bij. Allereerst dat hier niet wordt meegewerkt aan een strafschop voor Zwolle. Dat kan ik nog begrijpen. Maar dan is het hier ineens 3-2. Dat moet Zwolle zich aanrekenen. En het wordt 3-1 na een wat lullige glijpartij. En dan is het natuurlijk wel heel makkelijk uitspelen. Sneuwe rol voor Thomas Beelen bij die tweede tegentreffer. Geen grip. En zo opende hij de route die toch al behoorlijk open lag. Probeert nu revanche te nemen. Dat gaat niet via Beelen, wel via Menujanin en Van der Belt. Het is 2-1. Het is een heerlijke wedstrijd. Want op dit tempo gaan we naar de 27 goals als ik snel doorreken. Heel slim hè, deze vrije trap. Hier is op getraind. Er wordt een blok gezet door Huiberts. Daar moet je hem wel zo knap kunnen controleren en afronden. Maar dat kan Thomas van der Belt. Scherpe voorzet. En daar is het net overgetikt door T. Wat is dit toch een heerlijk open duel. Het is niet heel makkelijk. Het gaat er niet in. Kiesna. Dat is ongevaarlijk. Slegers, zo! Raakt hem niet slecht hoor. Die, en dan kan Van der Belt weer zo doorlopen. Wordt achtervolgd door 2 Hagenezen, maar die kunnen hem niet meer houden om te schieten. De gevaarlijkste man aan Zwolle zijde, Thomas van der Belt. Klein duwtje van Severina. Daardoor komt Kerst er net niet lekker uit. Is Severina er vandoor. Severina. Kerst er weer terug in dat duel. Het is duidelijk hoe ADO PEC Zwolle pijn wil doen. Dat hebben ze al gedaan. Dan kunnen ze nog een keer gaan doen. Want daar is Verheid. Goed blok. Altijd fanatiek. Schitterend dit weer. Die. Nog niet die 2-2, maar had hij wel weer kunnen vallen. Wat een prachtige combinatie van PEC Zwolle weer. Voor de zoveelste keer snijden ze er doorheen. Hogeschoolvoetbal van het elftal van Schreuder. Prachtige opening van Bremen. Severina.
Hall. Kom maar voor. Daar komt Verheij. Knap gekopt, zeg. Applaus voor de voorzet. Compliment voor de redding van Schendelaar en ook het koppen van Verheij. Goed. Pas 24 goals tegen dit seizoen PEC Zwolle. Ja, inclusief die twee van vandaag. 26. Van den Belt. Huiberts goed gezien. Van den Berg. Van den Berg. Het is druk. En dan geschiet hem net naast. Door al die drukte heen. Esaias. Severina. Glipt er hier makkelijk langs. En dan richting de tweede paal. En dan gaat hij er via Van Polen. En al dan niet zijn arm. In ieder geval niet in. En ook niet op de stip. En als het Hens is, geeft Gansner geen strafschop, denk ik. Omdat hij eerst weer een ander lichaamsdeel van Van Polen dan tegen die arm komt. En Sayas sleept er heel handig nog een corner uit. Richting Verheij. Wat staat hij vrij? En hij kopt hem via Kemper binnen. Het is de aanvoerder die het meest uitbundige feestje viert. Maar hoe kan het dat Thomas Verheij met zijn reputatie en zijn klasse zoveel vrijheid geniet bij de tweede paal? Het is niet dat je hem makkelijk over het hoofd ziet, hè? En dan schampt Kemper die bal nog nip, denk ik. Maakt de vreugde er niet minder om. 3-1. Het is pas de tweede keer dit seizoen dat PEC 3 treffers incasseert. En Sayers. Oh, handig gedaan. Asjefaj. Asjefaj. Tegen Werker aan. Belen. Er is natuurlijk nog wel tijd voor twee treffers van PEC Zwolle. ADO massaal terug. Nu echt alle spelers in het strafschopgebied. Om maar te onderstrepen dat ze die 3-1 over de streep proberen te trekken. Maar gaat ze dat ook lukken? Werker kop weg. Vandenberg. Knap gedaan. En daar is het een knappe redding ook. Van Stevens. Was die. Maakt de redding en niet minder knap op. Daar bij de tweede paal. Kersten. ADO wipt over PEC heen als het zo blijft. Dan zijn er nog drie potjes te gaan in de periode voor ADO. Begint met Den Bosch. Uit. Dan Heracles, die andere titelpretendent, thuis. En ze sluiten de derde periode af. Op bezoek bij Topos. Kersten. Van den Belt. Knap weer voor de goal. Nu is het weer die. Wat heeft hij het toch in een mum van tijd op de rit gekregen in Den Haag. Het is natuurlijk niet altijd even overtuigend. Het is niet iedere keer fantastisch wat ADO laat zien. Met 10 wedstrijden op rij niet verliezen. Dan kun je alleen maar je pet vooraf nemen. En nu wordt het ook nog bijna 4-1. Dat is toch een uiterst merkwaardige redding van Schendelaar. Ik vraag hem dit nog 100 keer te doen en het lukt niet. ADO vloert koploper PEC Zwolle en neemt de leiding in de derde periode over. Het is de eerste nederlaag voor PEC Zwolle sinds 28 oktober. 11 keer op rij niet verloren in de keukenkampioendivisie. Maar het lastig te kloppen ADO maakt daar een einde aan.